klaarmaken van de lunch. Een hele opgave, want zijn kinderen zijn vaak wat druk. Ja, we hebben 4 kinderen met ADD. En de jongste heeft Down. En ja, het is altijd wel een gezellig en drukke binnen. Om zijn drukke kinderen wat rust te geven, ging Dennis zelf verzonnen verhaaltjes aan ze voorlezen. De schrijver was geboren toen Dennis zijn verhalen over Toekie en Miezemuis ging bundelen en uitgeven. Ja, er zit een boodschap in, ook al ben je anders, je mag er zijn. Het tweede boek is net uit. En omdat het kinderboekenweek is, gaat Dennis voorlezen uit eigen werk. Als het voor zijn kinderen werkt, dan werkt het voor andere kinderen ook. De zon komt op. De vogels beginnen te fluiten en er komt weer leven in het bos. Op een tak ligt de stoere muis te slapen. En onder de tak hangt de toekan. Want af en toe slaapt Toekie op zijn kop. Het is een lang verhaal, maar na afloop weet Dennis het zeker. Ja, dit is mooi. Weet je, dat kinderen leven en hun fantasie weer lekker laten gaan. Ja, dat vind ik mooi en daar doe ik het voor.